over een dame. Met wie hebben we het genoegen? Xenia ben ik. Xenia Marasadova. Ja, en ja. U bent geboren in Oekraïne? Ja, ik ben geboren in Kharkov. Kharkov, waar het nog heel gedoe is over bombardement. Hè? Precies, ja. Die is 3 weken geleden enorm toegetakeld door de Russen. Ja. En wat doet u hier in Nederland? U bent toegevlucht of woont u al een tijdje hier? Ik woon hier al heel lang, eigenlijk ruim 25 jaar. Ja. En ik ben toen het ijzeren gordijn naar beneden viel, ben ik gevlucht naar het westen. Ja. En in Nederland ben ik een actrice. Ik heb 2 jaar geleden een anti-oorlogvoorstelling gemaakt. Dat heet Zij zagen oorlog. Ja. En toen we dit voorjaar daarmee in de reprise gingen, vanwege alle coronaperikelen moest het uitgesteld worden, begon de oorlog in mijn geboorteland. Dus het is heel bijzonder, heel pijnlijk ook. Heeft u ook wat beelden van gezien? Beelden van de oorlog? Ja, nee, ook over uw geboorteplaats? Ja, zeker. Ja, hoe is dat daar nu? Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Het is de plein die ik altijd overstak om... Als kind, weet je, met mijn moeder, met mijn oma, die is nu licht gewoon plat. Die is helemaal omgeploegd door de bommen. Dat is echt onwerkelijk om dat te zien. Ja. Hebben we een beetje genoeg van al die Russen eigenlijk? Of moeten we zeggen, we hebben genoeg van Poetin? We hebben genoeg van Poetin. Russen zijn natuurlijk mensen zoals u en ik, die zitten ook in moeilijke omstandigheden waar ze een beslissing moeten maken. Ja. Ja, en als je gaat protesteren in Rusland, dan loop je gewoon een heel groot gevaar. Dus, Ziet u daar een uitweg in nu? Hm? Ziet u daar een uitweg in? Want de Russen zijn zo wat aan het hergroeperen richting het oosten van Oekraïne? Ja, voor de oorlog bedoeld. Ja, het is heel lastig. Ik denk dat wij Oekraïne moeten helpen om zo lang mogelijk Russen daar weg te houden. Want zij willen wel vechten. Ja. En zij willen hun land verdedigen. Ja, nou goed, dat doet elk land, maar dat doen jullie ook. Maar ja, daar heb je ook een grootste recht eigenlijk op. Hè? Want de Russen die komen maar zomaar binnenvallen. Ja, dat kan echt niet. Kan echt niet. Dat is de laatste grens, ja. Ja. Wat gaat u hier doen? Dit is een soort benefiet gebeuren voor Oekraïne. Ja. Wat is uw onderdeel in? Tannenmaat, de wethouder uit Wilderswijk, die gaat het openen. Ja. Op nu vandaag, zondag 3 april. Wat is uw bijdrage daarin? Nou, ik ga een aantal liedjes spelen, onder andere uit mijn voorstelling Zij zagen oorlog, maar ook losse Russisch-talige Oekraïense liedjes. En ik ga een beetje over mezelf vertellen in relatie tot de huidige situatie. Ja, en wat is daar de boodschap in voor vrede? Boodschap voor vrede, absoluut, ja. Hallo, welkom allemaal. Welkom allemaal bij Wintersweek in actie voor Oekraïne. Super fijn om te zien dat jullie er allemaal zijn. We gaan vanaf nu beginnen met het programma. Wees vooral niet bang om heel veel muntjes te halen, heel veel geld even geven, heel veel drank, drinken, koffertjes, braadwoest, van alles te kopen. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Dus doe dat vooral. We gaan vandaag beginnen met een openingswoord van Henk-Jan Tannenmaat. Hij is onze wethouder voor cultuur en hij heeft zich in de afgelopen jaren heel erg ingezet voor cultuur in Winterswijk. Is mede initiatiefnemer van het park waar wij vandaag dit prachtige event mogen organiseren. Even kijken hoor. en namens de gemeente heeft hij dit evenement mede mogelijk gemaakt. Dus geef hem allemaal een warm welkom, hier is Henk-Jan Tannenmaat. Ja, en ik doe het niet alleen. Het leek mij leuk om direct wat ik jullie ga vertellen, heel kort hoor, jullie hoeven niet te lang naar mij te kijken, om dat direct te laten vertalen door Vitalina in het Oekraïens. Добрий день, ласкаво просимо всіх українців, які сьогодні на цьому дійстві, щоб Україну підтримати. Генк Ян – це староста, муніципальний староста, який роками зробив все можливе, щоб культуру в Вінтерсвайку розвивати. І сьогодні він всіх привітає тут, на цьому дійстві. І я постараюсь, можливо, ви мене вже знаєте, Віталіна мене звати, я постараюся все перекласти українською мовою. Ja, dat had ik zelf ook wel gekund. Nee. Beste mensen, 31 maart, dat is 3 dagen geleden, toen heb ik mede namens de burgemeester, samen met de burgemeester en onze andere wethouders, bloemen gelegd bij het monument. Toen was namelijk de bevrijding van Winterswijk. En gelukkig hebben wij al 78 jaar vrijheid in Nederland en in een groot deel van Europa.
Maar we hebben nu allemaal gezien dat dat echt niet vanzelfsprekend is. En dat betekent dat we moeten blijven vechten voor die vrijheid. En dat doen we vandaag ook hier met elkaar. Want het is zo belangrijk om je te verzetten tegen datgene wat er om ons heen gebeurt. Verdraagzaamheid. Hè? We hebben ook nog 450 jaar Nederland. Verdraagzaamheid. Daar gaat het om eigenlijk in de wereld. En die is momenteel ver te zoeken. Maar ik ga nu over naar vandaag en naar dit moment. Want ik wil namelijk de organisatie enorm bedanken. Echt enorm bedanken voor jullie korte tijd dat jullie dit hebben opgezet. Jullie hebben er zelfs voor gezorgd dat het weer meewerkt. Beetje. En maar vergis niet, in Oekraïne is het nu ook zo koud. Dus laten we dat trotseren. Ik wens jullie allemaal een heel, heel fijn festival. En ik wil eigenlijk nog één ding zeggen tegen alle mensen, alle gasten, alle Oekraïense gasten. Jullie zijn namelijk meer dan welkom in Winterswijk. Maar ik hoop ook dat jullie heel snel weer terug kunnen. Worden vaak georganiseerd rondom een klein monument van een paar soldaten die ergens een dorp of een stad hebben bevrijd. Canadezen of Amerikanen. En daar betaalt de lokale bakker en slager betaalt daar gewoon voor. En het is heel persoonlijk. De vrijheid hier, de bevrijdingsdag, alleen, dat zit al alleen maar in de naam. In mijn geboorteland heette dat de overwinningsdag. En ik vind dat een heel groot verschil uitmaken. Hier vier je de vrijheid. Thank you.
придется вырваться богами, степями, полями, а кругом бушует пламя, и пули свистят. Это дороги были до ума, холода тревоги, до степной бурья. Дорога.